Dit is wel een hele vette animatie van Rosalina, hoor. Oh, ik ben fan. Ik ben Rosalina fan. Yo, Nintendo fans. Vandaag is het tijd om te voetballen. Dus ik heb mijn Nederlands elftal shirt aangetrokken. Maar nee, dit is geen normaal voetbalspel. Het gaat om Mario Strikers Battle League voetbal. Oh, en trouwens, vanaf volgende week vrijdag kan jij hem ook spelen. Want er komt een demo in de e-shop. Ik ga vandaag een wedstrijd spelen op makkelijk niveau, op normaal niveau. Nog niet op moeilijk niveau, daar heb ik denk ik nog wat oefening voor nodig. Maar ik ga ook een wedstrijd spelen zonder power-ups en uitrusting. Dus dan wordt het een echte normale voetbalwedstrijd. Ah, oké, dus we beginnen makkelijk, hè. Ik verwacht minimaal 10-0. En we beginnen natuurlijk met Waluigi. Ik weet dat je het uitspreekt als Waluigi, jongens. Maar Waluigi klinkt gewoon leuker. Doe trouwens even die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En laat even in de reacties weten welke van deze characters jij het vetst vindt. Is het Mario, Luigi, Bowser, Peach, Rosalina, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario of toch onze Waluigi? Ik begin met Waluigi. Let's go. En we doen gewoon eventjes zonder uitrusting. Ik heb nog geen uitrusting. Oh, ik mag nog characters erbij pikken. Ja, Yoshi, jij mag bij mij. Oké, we willen ook een vrouw in het team. Rosalina, kom maar. En Bowser, jongen. Ik wil Bowser ook. Dan gaan we tegen de Mario-broeders. Mario, Luigi. Peach ook. En Wario. Ik ga natuurlijk in het geel. Oh, ik kan nog stadion kiezen. Paddenstoelenpark, dat is vet. En ik ga tegen Team Zwart. In het Spookstadion. Dit is de arena waar we ingaan. Het Paddenstoelenrijk en het Spookstadion. Ja, het stadion is in twee helften gesplitst. Daar is onze keeper. En dan komen wij het veld op. Ja, ja, ja. Tenminste, dat denk ik. De keepers die staan in ieder geval klaar. Die denken, ja, hallo, waar blijven jullie nou met z'n allen? Wij staan hier al lang in het doel. Waar blijven jullie? Nou, ik denk dat we hier aankomen. Ja hoor, kijk eens, de opperbaas. Waluigi. Met zijn teampie. Yoshi stond lekker met zijn kont te schudden, jongen. Zag je dat? Yoshi deed even zo. Ik denk dat Yoshi's superkracht scheetjes laten is. Ah, dit ziet er wel vet uit, jongens. Oké, let's go. Oh, zij hebben gelijk. Oh, oh, oh. Zij hebben gelijk de bal, jongen. Doe eens niet zo snel. Doe eens rustig aan. Waluigi, waar ga je naartoe? Hier gaat hij naartoe. Oh, Yoshi, let's go. Oh, ik ben lekker aan het overpassen, jongen. Oh, ze vlot. Oh, op de lat. Op de lat. Hier, Yoshi schiet. Ah, tackle. Tackle. Lekker. Nice, 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 nice. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Ja, binnendoor, binnendoor. Oh, lekker zeg. Maar Luigi, mijn allereerste goal met Mario Strikers. Wat deed hij? Dat zag er echt kapot eruit uit. Ja, lekker doelpuntje hoor. Lekker doelpuntje. Heerlijk. 1-0. En daar gaan we. Oh, daar ligt een superblok. Zag je dat? Ik wil dat vraagteken pakken. Het is geen superblok, het is een vraagteken. Oh, maar zij hebben nog gepakt. Ik ga gewoon weer schieten. Let's go, Waluigi. Oh, daar, daar. Ja, Bowser die heeft een item gepakt. Oh, kom. Oef. Bijna 1-1, jongen. Bijna 1-1. We moeten echt even goed gaan spelen. Ik ga gewoon schieten. Oh, ik ga niet schieten. Ik word getackled. Ik tackle jou, jongen. Hij pakt de bal gewoon in zijn handen. Wat een grappie. Wario die speelt vals, jongen. Oh, kijk van hoe. Oh, lekker, Rosalina. Zag je van hoe ver zij scoorde? Ja, Mario, dat is niet leuk, hè? Dat is niet leuk. Lekker dit, zeg. Oh, ja, ik heb het superschot. En nu moet ik eventjes iemand tackelen. Hier, pak hem. Oh, nee. Ik wil naar voren. Ga naar voren. We willen het superschot doen. Opladen en dan, bim, Rosalina, superschot. Je moet het goed timen. Ik heb het niet helemaal goed getimed. Want je zag, de eerste schot ging niet in het blauwe vlak. Holy moly. Dit is wel een hele vette animatie van Rosalina, hoor. Ah, ik ben fan. Ik ben Rosalina fan. En als we nu scoren, dan hebben we dubbele punten. Ja, de keeper die houdt hem tegen, maar kan die hem tegen blijven houden? We wachten erop. Oh my gosh. Rosalina, je schot is tegengehouden. No, je superschot. Oké, ik ga een hoge paas geven op Yoshi. En Yoshi, omhaal. Oh, lekker, Yoshi. Hoppakee, iedereen scoort hier gewoon. Heerlijk. Wat een flat. Ja, Yoshi is er blij mee, hoor. Kijk, zie jij, hij doet weer zijn kont-move. Zijn scheetjes-move. Kijk, hij stond hier al klaar. Oh, met zijn hak gewoon, hè. Hoe ziek. Hij scoort gewoon met een hakkie. Ik heb nu trouwens ook items die ik kan gebruiken. Dat doen we met X. Kijk, zo. Wat een flat. Lekker, Bowser.
Lekker, jongen. Ik heb ook een paddenstoel. Dus dan kan ik super speed. Hoge voorzet op Waluigi. En ja, weer een doelpunt, hoor. Ja, dit is wel een trucje. Gewoon een hoge voorzet. Doelpunt. Ja, ook hij begint boos te worden. Ik zou ook gefrustreerd raken als ik 4-0 achter stond. Oké, ik denk wel dat we kunnen zeggen dat het makkelijke niveau ook echt wel redelijk makkelijk is. Ik wil alleen geen tegendoelpunt. Oh! Doei. Ik zei nog zo dat ik geen tegendoelpunt wilde. Oh, maar we gaan de superkracht pakken. Lekker. Nu moeten we eventjes tackelen. Zo. Oh. We kunnen maar 20 seconden gebruik maken van dit superschot. Dus na 20 seconden dan stopt dit. Ik ga hem nu doen. Met Waluigi. Oh, of niet. Ik heb mijn schot niet genoeg opgeladen. Ja, je ziet het. Nu dan. Nee, ik schiet gelijk. Ik wou niet gelijk schieten. Ah, mijn superschot is kapot. Potverdorie. En de paas naar voren. De paas naar voren. Ja, ik wil nu het superschot. Nee, ik heb het superschot wel. Maar ik ben wel getackled. Misschien kunnen we het superschot van Bowser doen. Of van Waluigi. Ja, toch maar van Waluigi. Let's go. Hier komt hij. Oh, niet goed getimed. Weer niet goed getimed. Ik denk dat deze er weer niet in gaat, jongens. Ik moet in dat blauwe vakje. Anders gaat het niet goed. Maar daar gaan we. Met de roos in zijn mond. Let's go. Piep. Gaat deze erin? Je zag het. Hij ging een beetje zo... Hij had een weerbar. Maar ik denk niet dat hij erin gaat. Ik denk dat hij gestopt wordt. Oh, hij gaat er wel in. Nou, lekker, man. Je hebt dus een verschil ook tussen normale schoten en perfecte schoten. Als je je schot namelijk oplaat en je laat op het juiste moment los, dan doe je een perfect schot. Dit is zo'n soort van perfect schot die je dan in één keer doet. Oh, maar nu Bowser. Nu Bowser en die schiet kapot hard. Die schiet kapot hard. Lekker, man. 7-1. Ik ben op zich wel tevreden over deze wedstrijd, hoor. Maar ja, 7-1. Het tactisch spel was niet eens nodig. Ja, laat je maar horen voor Waluigi, jongens. Lekker hoor. Maar wat ook leuk is om te laten zien, is de uitrusting. Ik bedoel, we gaan nu een niveautje moeilijker, daar moeten we onze personages wel even op voorbereiden. Toad is de snelste character, samen met Peach. Die hebben allebei 17 op snelheid. Dus ik ga nu voor Toad allemaal items kopen, dat hij nog sneller wordt, dat hij een super speed Toad wordt. Even kijken hoor, deze turbo helm heb ik dan nodig. Hoppakee, 100 muntjes, helemaal goed. Turbo handschoenen. Maar wat je wel ziet, is dat als je dus iets koopt, dat nu bijvoorbeeld de snelheid omhoog gaat, maar dan gaat er iets anders omlaag. Bijvoorbeeld hier de kracht. Toad wordt hier minder krachtig van als ik deze koop. Maar ja, hey, we moeten er wat voor over hebben om super speed Toad te krijgen. Hoppakee, de snelheid naar 23. De passing gaat er iets van achteruit met het turbo harness. En hoppakee, maximum snelheid. 25 snelheid voor Toad. En Bowser die ga ik dan allemaal kracht items geven, zoals deze power helm. En zo kan je dus voor ieder poppetje hem zo instellen dat hij misschien super goed wordt in één bepaald ding. Of je wilt juist dat Bowser iets minder krachtig wordt, maar beter in zijn passing. Dan koop je dus allemaal dingen voor passing. Ik ga nu met een Bowser en een Toad met uitrusting spelen. We zetten hem nu op normaal. Toad gaat in de spits. Met zijn uitrusting. Verder wil ik nu Donkey Kong in mijn team. Oh, ik ga volledig voor een krachtteam. Let's go. Donkey Kong, Wario en achterin opnieuw Bowser. En Bowser krijgt dan zijn uitrusting aan. Let's go. En we spelen tegen de dames, Peach en Rosalina. En opnieuw Mario en Luigi. Uiteraard ga ik weer in het geel en zij gaan dit keer in het blauw. Laten we nu het koninklijke kasteel pakken. Aan de andere kant de vulkaan. Oké, Toad, jij bent sowieso eerder bij de bal toch? Ja, lekker! Schieten! Hé, maar Wario die pakt echt de bal continu gewoon in zijn handen. Want dat is echt niet oké. Oh, lekker Toad! Zag hem sprinten daar naar de 16 meter. En zag hem lekker dat doelpuntje maken. Nou, hij heeft ook fans blijkbaar. Oh, superschot. Ja. Oh, net niet. Ik werd net getackled. Tackle Mario. Nee. Lekker Wario. Nu overpassen. Nog een keer overpassen. En dan nu proberen het superschot te doen met Donkey Kong. Let's go. Oh, in het blauw en in het oranje. Hopelijk gaat deze erin, jongens. Even een banaantje. Dikke power-up. Dan gaat hij de lucht in. Dus ja, dit is zo vet gemaakt, jongens. Oh, hij slaat ook de bal. Hij speelt ook vals, jongen. Donkey Kong speelt ook vals. Maar gaat hij een doelpuntje maken? Dat is de grote vraag. Of wordt hij tegengehouden? Hij wordt niet tegengehouden. En dat zijn gelijk 2 punten, want zo'n superschot, die telt voor 2. Lekker gedaan, Donkey. Ja, doe maar Michael Jackson. Kijk hem dansen, joh. Ja, Wario is wel een beetje langzaam, hoor. Oh, oh, ik dacht er te makkelijk over. Ja, ik moet wel een beetje serieus blijven spelen. Want als ik nu een superschot om mijn oren krijg,
dan staat het gewoon gelijk, hè? Oké, okay. Ik heb items. Oh my gosh, zij hebben ook items. Donkey Kong, jij moet het even doen. Jij moet het even doen. Ja, lekker getackled, jongen. Lekker getackled. Nu de voorzet. En... oeh, Toad scoren. Score. Lekker Toad scoort. In de rebound. Want ik had zeg maar een perfect schot. En daarmee zag je dat de keeper de bal losliet. Je zag zeg maar van die bliksemstralen om mij heen. Dat houdt in dat ik hem goed timede, mijn schot. En daardoor lag die keeper dus nu in het doel. Waardoor ik heel makkelijk de tweede bal erin kon schieten. Ja, zij willen mij tackelen. Ik heb nog echt weinig gebruik gemaakt van de tackles trouwens. Het is klaar. Het is klaar. Ze hadden geen tijd meer voor een hyperschot. En Toad wint. Lekker man. Supersnelheid Toad. Je zag het wel. Hij was echt supersnel. Dit vond ik leuk om te spelen met zo'n supersnelle Toad. Heel nice. Nu gaan we proberen om de normale voetbalwedstrijd te spelen. Dus zonder voorwerpen en zonder hyperschoten. Ik kies voor Mario als aanvoerder nu. Yoshi mag ook in mijn team, want die vond ik ook wel chill. Weet je, we gaan gewoon goed tegen slecht doen. Peach mag erbij. En dan Luigi nog. En dan spelen we tegen Bowser, Donkey Kong, Wario en uiteraard Waluigi. Daar gaan we weer, jongens. Dus zonder voorwerpen, zonder hyperschoten, 4 minuten lang. We mogen natuurlijk nog wel tackelen. die regel die blijft staan. Let's go! Lekker voorzetje, Peach. Heerlijk gedaan. Daar is Mario weer, daar is Yoshi. En het staat nu alweer 1-0, joh. Lekker, man. Oké, ik ga een bal de ruimte insturen. Oh, zag die paas, die ging dus niet naar een medespeler. Door de L-knop ingedrukt te houden. Oh, paaste ik de ruimte in. En terwijl ik uit zit te leggen, zit ik heel slecht te verdedigen. En kan Donkey Kong gewoon de 1-1 maken, joh. Oké, focus. Oh, jongen. Doe eens nog... Wat? Wat? Bowser, doe eens even normaal. We waren nog niet eens begonnen. Het was gewoon tackle en schieten en doelpunt. Voorzet. Hoppakee, die gaat er dan toch ook in? Die gaat er dan niet in? Waarom niet? Hoppakee, Wario is getackled. Ik moet wel eventjes mijn best doen nu, want we staan wel achter. Hoppakee, schot van afstand. Waar ga ik nu naartoe? Ik ga hem daar schieten. Lekker, jongen. Lekker, Luigi. 2-2. Ah. Oh. Dit was ook wel een lekker doelpuntje hoor, van de Mario Broeders. Hier zo, een voorzetje laag over de grond, hoekje uitkiezen. Ja, met een sliding, ja. Dit was een mooi doelpuntje. Ik vind het op zich wel leuk zo zonder items. Het is wat meer tactisch, wat moeilijker ook denk ik. Dat was echt een mooie sprint langs de zijkant. Yoshi hier voor het schot. Ik vind Yoshi nice, jongen. Yoshi wordt misschien wel mijn favoriete karaktertje in deze game, hoor. Laat in de reacties weten welk karakter jij tot nu toe het vetst vindt. Oh, je kan dus ook je eigen spelers tackelen, trouwens. Oh, nog een schot! Lekker Peach in de rebound! Hoppakee, 4-2. Maar wat ik wou zeggen, is dat je je eigen spelers kan tackelen. En die dus een boost kan geven naar voren. Misschien moet ik toch wat meer deze paas gebruiken. Ja! Oh, lekker! Ik probeerde nu dus de paas te gebruiken waarbij je de bal een bepaalde richting stuurt in plaats van rechtstreeks op je medespelers paast. En daarmee kan je dus lekker de bal de diepte insturen. Schiet maar vanaf de zijkant Mario en dan is het denk ik, ja, dan is het klaar. 2-1, afgelopen. 5-2 winst in de pocket. Kijken hoe blij die is. De aanvoerder Mario. Yoshi staat ook thans op de achtergrond. Ja, dit was een lekker wedstrijdje hoor. Ik heb onwijs veel zin in deze nieuwe Mario Strikers game. Ik bedoel, Mario en voetbal. Het zijn de twee dingen waar ik misschien wel het meest van hou in het leven. Oké, sushi hoort er eigenlijk ook wel bij. Maar deze game gaan we kapot spelen op Twitch sowieso. En een klein beetje op YouTube. Dus volg me op Twitch en YouTube. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Als je je duimpje omhoog hebt gedaan. En niet vergeten bent te abonneren. Mazzel! We'll be right back.